Ze is een vrouw en ze werkt als decaan op de faculteit bouwkunde aan de TU in Eindhoven. Ze heeft haar eigen ingenieursbureau en er ligt een prachtige prijs op haar te wachten in Washington DC, namelijk de World of Difference Award. Aan tafel, Elfie Nelissen, welkom. Ga je hem ophalen? Nee, toch uiteindelijk niet. Ik heb heel lang getwijfeld of ik wel of niet zou gaan, maar ik ga niet. Omdat toch ja, de impact van dat diner in Washington zal zeer beperkt zijn in vergelijking tot het diner wat we morgen hebben. Dus ik heb besloten alleen maar naar diner morgen te gaan, wat georganiseerd wordt door het Rozenblad, de commissie Rozenblad. Ja. En zij hebben jou ook aangewezen, ja, of genomineerd voor deze prijs die je uiteindelijk ook hebt gekregen. Ja, dat klopt. Wat doet de commissie Rozenblad? Die probeert de betrokkenheid van vrouwen in het bedrijfsleven te stimuleren, hun krachten in te zetten voor onze maatschappij, want die hebben ze. Die World of Difference Award die gaat in de breedte om vrouwen te nomineren om gelijkwaardigheid te creëren in de participatie in onder andere techniek. Ja, wat mijn, met name mijn bijdrage is geweest. Ja. Toe, ja. En waar het ook nog steeds lousie gesteld is met het aandeel van de vrouwen. Heel ernstig, ja. Want na Pakistan zijn we nog steeds het land met de minste vrouwen in de techniek. Hoe kan dat? Dat heeft natuurlijk een heleboel verschillende oorzaken. Eén oorzaak is toch het imago van techniek. Mensen denken nog heel vaak aan heel zwaar, vies werk. Nou, dat is al lang niet meer, want 90%, 99% is allemaal werk met de computer. Nou, dat kunnen vrouwen net zo goed als mannen. Ook in aanleg zijn vrouwen net zo goed als mannen. Dus waarom niet, denk je dan inderdaad? Ja, dat wou ik aan jou vragen. Een andere reden is natuurlijk onze cultuur. Ja. We hebben heel weinig vrouwen die nu participeren in de techniek. Dat betekent dat er weinig rolmodellen zijn. Dat er meisjes ook niet zien wat je met techniek allemaal voor prachtige dingen voor deze maatschappij kunt doen. En dan zijn ze toch minder geneigd om het te kiezen. Maar het wordt wel belangrijk, want er zijn nogal niet wat banen in te vullen in de techniek. Ja. En dat wordt alleen maar meer. Dat is inderdaad het grote probleem van de komende jaren. Dat het heel moeilijk zal zijn om alle functies in de techniek in te vullen. En ik denk dus dat het heel erg jammer is dat we dat potentieel aan vrouwen, aan überhaupt arbeidskrachten, in dit geval dus de vrouwen, zomaar laten liggen. Maar je hebt er zelf ooit voor gekozen. Dus jij zou als, je hebt een prachtig ingenieursbedrijf. Nou, vertel even in een nutshell, Shell, wat jullie precies doen. Wij geven adviezen op het gebied van installatietechniek en bouwfysica. Dus meer de technische aspecten van de bouw. Maar jullie gaan maandag aan tafel. Jes Bussemaker zit daar ook bij. Daar zullen nog meer kopstukken bij zitten. Wat gaan jullie bespreken, wat jullie kunnen doen om dan dit probleemstuk, wat al jaren speelt, op te lossen? Of is er geen oplossing voor? Ja, absoluut is er een oplossing. Want als je kijkt naar Spanje of andere landen, zelfs in Europa, zie je dat gewoon 50% van de werknemers in de techniek zijn gewoon vrouwen. En waarom niet in Nederland? En daar moeten we op een heleboel verschillende manieren moeten we daarop invliegen. Kun je een paar voorbeelden noemen? Ik probeer zelf bijvoorbeeld dat rolmodel te zijn en te laten zien hoe leuk techniek is. Ik geef vaak lezingen. Ik leid meisjes met name door mijn huis rond. En ik zet me in voor de VHTO. Dus om toch echt meisjes te stimuleren dat ze kiezen voor techniek. En dat ze vervolgens ook na die studie het ook gaan doen in de praktijk. Dat is wat ik laat zien dat mogelijk is en hoe leuk dat is. En dat geeft een spin-off. En tijdens dat diner proberen we mensen zich daar bewust van te maken. Van de oorzaken en de oplossingen daarvan. Ja, maar we zijn dus blijkbaar nog wel zo georiënteerd dat mannen bestempelen voor de techniek. En de vrouwen kunnen al die maatschappelijk betrokken banen. Is dat het? Ja, dat is ons vooroordeel in ons hoofd. Want moeders bepalen vaak meer over de studiekeuze van de kinderen dan de vaders. Of in ieder geval samen. In ieder geval. Maar die moeders denken ook, als ze een meisje zien, eerder aan de voor hun stereotype vrouwenberoepen. Dus ze kunnen zich gewoon niet bedenken dat techniek hartstikke leuk is. Ja, waarom is het nou zo leuk dan? Ja, het is zo leuk omdat je een combinatie hebt van mensen en rekenen en dingen bedenken en creatief zijn. En dat kan allemaal met techniek. Het heeft jou ook een enorme mate van vrijheid en zelfstandigheid en onafhankelijkheid gegeven. Ja, dat is toch ook iets wat ontzettend belangrijk is om te communiceren? Ja, dus dat doe ik ook en daar draag ik mijn steentje voorbij op die manier. Ja. Op jullie faculteit, hoeveel meisjes zitten daar? We hebben zo'n 35% meisjes, dus dat is een heel mooi percentage. En dat groeit naar de goede richting? Dat is redelijk stabiel de laatste jaren. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar een faculteit als biomedische technologie, die hebben meer meisjes dan jongens. Omdat meisjes zich bij het beroep van die biomedicus zich iets kunnen voorstellen. En ook hun toegevoegde waarde voor de maatschappij beter kunnen interpreteren. Nou ben jij een hele mooie vrouw en een intelligente vrouw. Dus dat is echt fantastisch om te laten zien aan meiden dat kan. En dat je niet met een bril oploopt en in een vieze overal, maar dat je er dus zo uit kan zien. Dat is al inspiratie 1. Maar maak je er ook wel eens misbruik van?
Dat nu overvalt me ermee. Nee, ik denk absoluut dat je daar dat gebruik van maakt. Ik zou het geen misbruik willen maken, ik zou het gebruik willen noemen. Okay. En ik leid vaak meisjes rond door mijn huis. En dan zeggen ze achteraf niet, oh, wat een fantastische techniek. En energie-neutraal en prachtig, zus en zo, die techniek. Nee, ze zeggen, hey, dat was een normaal mens. Die mevrouw die in die techniek zit, die was echt heel normaal. Die had kinderen en die zag er normaal geen uit. Geen ingenieur Willy Wortel achter in de schuur. Exact. Mag ik je bedanken voor dit gesprek? Graag gedaan. Inspirerende woorden, dankjewel. Dankjewel.